Welkom bij SpreuTV. Hopelijk gaat alles goed met jullie. Mijn naam is Michael en vandaag ga ik deze doos open doen. 16 jaar geleden, als beginnende betanker, ben ik beginnen spelen met Hobbit Match. 720 gram. Na 10 jaar ben ik overgeschakeld op KTK Orenza. Daar heb ik nu 6 jaar mee gespeeld. Intensief, zoals je kunt zien, blijft niks meer over van het origineel. En vandaag, zoals jullie waarschijnlijk in de titel hebben gelezen, gaan we mijn derde set unboxen. Eerst en vooral een kaartje. Allerlei toebehoren. We hebben de meter. De cochonet, ook van Hobbit. De sleutelhanger dat ook dienst kan doen als scorebord. En nog een cochonet die je kan oprapen met een magneetje. Voilà, dat was het. Belangrijkste natuurlijk. De patatbak. Nice. Er steekt sowieso een zakje in dat ik waarschijnlijk niet ga gebruiken. Nog een cochonet, dus dat zijn er al drie. Een gewoon houten cochonet. De patatballen. Ik heb gekozen voor de Hobbit Soleil. Yes. Nu, natuurlijk, gewoon ballen vast hebben, dat zegt niet heel veel. Ze voelen goed, maar die eerste laag, die bovenste laag, die gaat er sowieso met spelen wel afgaan. Ze gaan niet zo glad blijven. Dus ik stel voor dat ik deze een paar weken ga testen en dan kom ik direct terug. Hè. Zo, we zijn nu 3 maanden later. Een klein 100 matchjes later. Ik heb ermee binnen gespeeld. In de regen, in de modder. En ze hebben het perfect overleefd. Er komt geen roest op. Natuurlijk wel krasjes van de aanslagen met de grond en met andere patangballen. Heb jij ook zin gekregen om nieuwe patangballen te kopen? Abonneer dan op SpreuTV, schiet karoos op de like-button, share deze video met je vrienden en ik zie jou volgende week en ik geef jou 7 tips waar je op moet letten bij het kopen van nieuwe patangballen. Tot dan! Voor het geval met een eerste bal miraculeus zou zijn, ga ik deze toch wel even filmen. Eerste bal karo. Off the blade.